Mijn naam is Steven en vandaag ga ik 24 uur overleven op deze fiets. En die is voor de cameraman. Gezellig. Oké, het is nu 11 uur en de challenge begint nu. Nu mag ik 24 uur niet meer vanaf. Oké. 24 uur zijn gewoon begonnen. 24 uur is wel lang, hè? Wat gaan wij doen? We kunnen denk ik wel gewoon even een rondje of zo gaan fietsen, toch? We hebben tijd zat. Oké, let's go. Hij gaat wel snel, hè? Ja, heel snel. Ik vind het wel vet. We zijn een tijdje aan het fietsen en tijdens deze 24 uur krijg ik ook een aantal opdrachten. Het is nu tijd voor de allereerste opdracht. Kom maar door. De eerste opdracht, dames en heren. We gaan hem oplezen. We gaan kijken wat erin zit. Spannend, spannend, spannend. Ga langs een vriend en vraag of hij slash jij achterop wilt door middel van het liedje van Gesper Doel voor hem haar te zingen. Oké. Ik moet dus naar een vriend of vriendin toe en die meenemen achterop door middel van het liedje te zingen. Spring maar achterop bij mij van Gesper Doel. Let's go. We zijn al best wel even een aantal uurtjes bezig aan het fietsen. Maar ik besef eigenlijk nu pas dat ik gewoon 24 uur op de ding moet zitten. Of ja, tenminste, gewoon moet aanraken. Dat het echt enorm lang is. Dat slaat helemaal nergens op. Ik kwam met dit idee. Ik vind het wel gezellig, weet je. Een beetje lekker fietsen. Is gezellig. Is gezellig, dames en heren. Is gezellig. Hebben jullie een vriend of vriendin? Laat weten. Of een ex. Laat die naam weten. Dan krijgt hij een shout-out. En we bliepen de naam. Nee, maar dames en heren, willen jullie dat wij vaker dit soort challenges gaan doen? Of willen jullie meer interviews of reactievideo's? Maakt niet uit. Vlogs, wat jullie willen. Laat het even weten. Ik ben benieuwd. Ja. Wij zijn benieuwd. Gaan we het überhaupt halen, 24 uur? Ik denk het wel. Ik hoop het. Ik ben er gewoon bang voor vanavond. Omdat het vanavond echt lastig wordt. En er komt hier een lesauto aan. Dus wij gaan even aan de kant. Nee, we gaan gewoon doorfietsen. Oké. Wij zijn fietsers, wij mogen dit. Veel plezier. Lekker bezig. Shoutout naar jou. Oké, wij gaan doorfietsen. We zijn over een brug. Mooi. Wauw. Mooi. Hey, Sam. Sam, ik heb je even achterop. Ik heb een opdracht gehad. Oké, spring maar achterop bij mij. Ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Nou, fietsen. Oké. A few moments later. Oh! Kijk nou! Ik echt niet uit. Deze dingen zijn zo mooi. Dankjewel, man. Ja, geen dank. Top lief. Heel veel succes. De eerste opdracht is gehaald met dank aan Sam Krikel. Dankjewel. We gaan nu naar een middelbare school toe om een poster te brengen voor mijn meet and greet op 16 februari. Dus daar gaan we even naartoe fietsen. Ik heb deze fiets van Hinwe e-bikes gekregen. Dus echt even een oprechte, echte dikke shout-out naar hun. En namens neer die vering, dat is echt niet normaal. Oprecht. En die fat tires, oftewel de dikke banden. Je kan overal op en af. Dat is gewoon oprecht gewoon fantastisch. En dat zeg ik allemaal. Terwijl we nog steeds bezig zijn met de 24 uur, dames en heren. Want ik hou er nog steeds vast. Ik zit er nog steeds op. We zijn lekker bezig. En we gaan lekker fietsen. Dat is sportief. Zorg dat je sportief bezig bent. En daarom ga ik nu weer fietsen. Helemaal daar in de verte hebben ze een voetbaltraining of iets. Of voetbalwedstrijd. Oh, het is zaterdag. En dan misschien kunnen we wel meedoen of zo. Dus wel, dat kan wel. Op de fiets. Dat is oprecht best wel sick. We laten ze wel met rust. Kunnen we wel een keer doen. Meedoen met een voetbaltraining of met een voetbalwedstrijd. Met Creators FC. Ja. Ja! Dames en heren, als jullie willen dat ik een keer meedoe met Creators FC, laat even weten in de comments. Want ik zou het best wel graag willen. Hoor je de coach weten van, dus wie weet. Zouden jullie dan allemaal komen? Zouden jullie dan ook een kaartje halen voor Creators FC? Om mij te zien voetballen. En heel eerlijk, ik ben echt een prof in voetbal. Dat is echt niet normaal. Niet echt. Ik kan niet voetballen. Maar het is wel leuk, denk ik. Dus ja, dat is denk ik wel lachen om een keertje te doen. Dus laat even weten, ik ben benieuwd. Laat even weten in de comments of jullie mij zouden, hoe noem je dat? Zouden aanmoedigen bij Creators FC. We zijn hier achter bij middelbare school. We hebben het post afgegeven en die gaan ze ophangen. Dus dat is super leuk. Het gaat om mijn meet and greet 16 februari. Dus heb je nog geen kaartje? Ergens in de beschrijving staat een linkje. Klik op dat linkje. Haal je kaartje voor de meet and greet. 16 februari. Super leuk. Super veel zin in. Want het wordt oprecht heel erg gezellig. En ik hoop jullie daar allemaal te zien. En het begint een klein beetje te regenen. Dus ik hoop dat het zo meteen stopt. Maar het gaat nu nog goed. Dus het wordt wat. Ik ga er vandoor. Doei. Doei. We zijn nu best wel een tijdje bezig. Alleen ik begin ook wel een beetje honger te krijgen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Het is ik heb gewoon heel eerlijk gezegd. Heb ik wel een beetje zin eigenlijk gewoon in een frietje. Is misschien ongezond, maar dat is ter compensatie omdat we sportief bezig zijn. Mag dat wel, een keertje. Ja. Een keertje mag. Maar ik kan ook zeggen salade. Maar ik heb gewoon eigenlijk gewoon heel eerlijk gezegd zin in gewoon, gewoon friet. Hey dikke. Ja, weet je. Lekker friet speciaal. Ja. Hey!
Hij is helemaal daarachter. Oh mijn god. Dat is echt best wel sick. Oh, het is koud, dames en heren. Het is koud. Oh, ik heb mijn jas ook open. Oh mijn god, ik heb ook wel handschoenen aan. Oh mijn god. Ik ga remmen. Huh? Ik ga de andere kant op. Ze zijn gewoon allemaal aan het fietsen. Ik fiets nooit, dames en heren. Ik fiets nooit. Hij heeft het niet door. Hij heeft het niet door. Hij is gewoon bezig met die fiets. Ik ga stuk. Ik sta naar links. En dan gaan we zo naast hem staan. Leuke fan ben je. Een leuke topper ben je. Ja, ja. Via het bospad hier. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik weet niet waar hij is, want ik zie niet zoveel hier. Oh, hij is daar, hij is daar, hij is daar. Ik weet niet of je hem ziet op camera. Hij weet wel dat ik weg ben. Daar, ergens. Oh, je ziet hem niet. Waar gaat hij naartoe? Oh, hij komt hier naartoe. Hij heeft mij gezien. Daar is die. Hey! Was je mij kwijt? Was je mij kwijt? Ja, wacht even. Ik dacht, ik ga even een rondje fietsen. Ik kijk zo achter, ik zie niemand meer. Hè? Huh? Maar ik ben hier. Oké, we zijn bij de Heijhoef en ik krijg hier mijn volgende opdracht. Ik heb hier de volgende opdracht vast. We gaan kijken wat het is. Ik ben benieuwd. Trommelgroffel, trommelgroffel. Even kijken. Ga naar een plek toe waar je niet mag fietsen. Kies zelf een locatie. Oké. We zijn hier in de race op. Dus ik heb denk ik wel een leuk ideetje waar we naartoe gaan. We gaan naar Jump Square. Een trampolinepark. Dan mag je eigenlijk niet fietsen. We kunnen er wel gewoon naartoe. We kunnen het proberen. We gaan naar Jump Square in Tilburg. Trampolinepark. Leuk. Hey, hoi. We zijn bij Jump Square Tilburg. En ja, we gaan denk ik maar gewoon naar binnen. En dan kijken we maar wat, ja, hoe we wat. Ik vind het eigenlijk best wel raar om met een fiets een trampolinepark binnen te gaan. Hoe ga ik dit doen? Nou, we gaan gewoon naar binnen. We zijn gewoon bij Jump Square Tilburg met de fiets binnen. En ik denk dat ik zo meteen trouwens wel even weer wat ga eten. Want ik heb nog best wel honger. Ik ga lekker even een plekje zoeken. En dan gaan we maar gewoon eten hier zo meteen. Vindt het goed, ja. We gaan dat gewoon doen. Ja. Ik vind dit hier denk ik wel een mooi plekje. Maar ik moet er natuurlijk aan blijven raken. Ik kan mijn jasje wel uitdoen. Dat lukt wel. Zo. Jij moet voor mij zo meteen wat eten gaan halen. Ik vind het wel een goed idee. Ja, ik zit eigenlijk wel lekker hier. Ik zou graag eigenlijk een fiets speciaal willen. En een kipkop. Dankjewel. A few minutes later. Bro, hey. Het eten! Eten van jou gehaald dan gewoon, hè? Oké, zet maar neer. Ja, ik moet hierop blijven zitten. Smakelijk, hè? Ik kan je wel aan wennen. Hey, smakelijk eten. Ik ga lekker eten, ja ik ga lekker eten. We hebben net gegeten, alles lekker op. En dat betekent dat ik de opdracht heb gehaald. Ja. Maar ik denk dat we zo meteen wel weer een beetje terug gaan naar de studio. Want het wordt al laat en we moeten nog heel erg lang stuk terug. Dus dan moeten we gaan kijken hoe ik überhaupt ga slapen. Hoe gaan we het vannacht doen? Ik zou het niet weten. Dus dit wordt wat. Zo. We zijn buiten na een avondje Jump Square. En het was eigenlijk best wel leuk. We hebben alleen kunnen eten. Ja, ik kon helemaal niks anders doen. En nu gaan wij terug naar de studio. En gaan we kijken hoe ik ga slapen. En we zijn weer terug bij de studio, dames en heren. We zijn een klein beetje. We zijn een klein beetje nat. Geregend, want het regende. Goed verhaal. Ja. Nu gaan we terug de studio in en dan gaan we kijken hoe we de nacht gaan overleven met die fietsen. Hoe gaan we slapen? Ik heb wel een idee om zeg maar mijn been misschien vast te tapen. Dan kan ik liggen wel op de bank en dan kan ik mijn been zo vast tapen en dan blijf ik hem aanraken in principe. Dus ik hoop dat dat een beetje gaat werken en dat ik überhaupt een beetje kan gaan slapen. Want het is niet zo fijn denk ik. Laten we even snel maar naar binnen gaan en dan gaan we even kijken. We zijn weer terug in de studio. In principe ben ik nu nog steeds niet af. Dus want ik raak hem nog steeds aan. Ik had als idee je fiets gewoon helemaal hier neer te zetten en dan ik moet mijn schoenen alleen nog wel uitdoen. Dus dat gaan we eerst. Oké, we houden het gewoon zo vast. Oh, jezus. Zo, eentje uit. Oeh. En als de tweede, die lekker af. Huppakee. Die gewoon zo dicht mogelijk hierbij. En dan denk ik dat ik zo gewoon lekker ga liggen. En dat ik gewoon één voet hier vast aan laat tapen. Dan kan ik gewoon liggen. Ik heb mijn kussentje, dekentje over me heen. En ik denk dat we dan wel kunnen slapen. En dan blijf ik hem net aanraken. Dus dan kunnen we gewoon de 24 uur wel gewoon doorzetten. Dus ik denk dat dat wel een goed idee is. Ik zit best wel goed vast. Dus ik denk dat mijn been niet zomaar los gaat vanavond. En ik meen het oprecht dat als ik die deken even zo neerleg. Ja, die voet moet even kou leien vannacht helaas. En dan ga ik zo lekker liggen. Ik denk dat ik lekker oprecht ga slapen. Want ik ben echt kapot. Het is 11:30. Het is gewoon bijna middernacht. Dus ik denk dat we gewoon weer zo meteen gaan slapen. Want we zijn vanochtend vroeg begonnen. We hebben enorm veel gefietst vandaag. Dat is niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel gefietst. Denk ik überhaupt. Letterlijk bijna 68 kilometer op één dag, dames en heren. Ik ben kapot. Ik denk dat ik morgen enorm veel spierpijn heb. Dus ik ga lekker slapen voor een goede nachtrust. Ik ga lekker slapen, welterusten, tot morgen. Kan dit ook uit? Welterusten. Oké, het is echt iets van 4 uur midden in de nacht. En ik denk dat ik echt al een uur wakker lig.
ik kan gewoon niet in slaap komen. Ik val gewoon niet in slaap. En ik lig echt totaal niet lekker. Ik heb het koud. Maar we gaan proberen om nog heel even de ogen dicht te doen. Welterusten. Yo, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Hoe is het mee? Ja, ik heb echt totaal niet kunnen slapen. Zo. Maar we zitten nog steeds vast. Ik heb echt wakker gelegen nog midden in de nacht. Maar we zijn gelukkig niet af. Dus we gaan zo meteen weer even door. Volgens mij mag jij dit zo meteen gaan losmaken. Dan hou ik hem vast. Dan ga ik er weer op zitten. Ik denk dat we maar weer een stukje gaan fietsen. We zijn net een beetje heel rustig wakker geworden. En we gaan maar gewoon weer een lekker stukje fietsen. Op deze mooie Hemingway bikes. De laatste uurtjes zijn gewoon aangebroken. Let's go. Echt letterlijk nog 3,5 uur. En dan zoiets, ja? Kunnen we de fiets loslaten. We hebben 24 uur die fiets aangeraakt. Dat is niet normaal. Gast ben je slapen gewoon. En gewoon, ja, dat is echt zo heftig. Ik voel me heel sportief eigenlijk. Ik fietste nooit, maar ik voel me zo sportief. Ik vind het toch mooi. Ik voel me ook, weet je wel, één met de natuur. Je bent zoveel buiten de hele tijd. En ja, het is gewoon fijn, weet je. Het is gewoon lekker. Je hebt frisse neus. Dus, dames en heren, ga meer fietsen. Weet je wel, laat de auto staan. Pak de fiets. Ga lopend, wat je wil. Maar zorg dat je lekker frisse neus halen. Ben één met de natuur. Dat. Ik ben aan het fietsen en ik dacht, wil gewoon weer even langs Sam. Want we waren in de buurt, dus ik dacht, we gaan gewoon even langs Sam. En we zijn hier en ik mag er niet vanaf, dus ik ga gewoon naar binnen toe met de fiets. Ho, kijk, met de fiets gewoon naar binnen. Hoop ik dat hij het doet. Het past echt maar net. Oh mijn god. Hé, hey, we staan binnen. Ja, we zijn er. We gaan kijken waar Sam is. Ik ben ook gewoon aan het fietsen hier. En dan hoop ik dat hij niet echt iets te doen heeft. Hey! Hallo! Hey, hallo. Kijk, daar is hij! Nog steeds aan het fietsen. Zeker weten. Gelukkig. Hey. We gaan de opnames? Ja, goed. Ja? Ja. Hey, de opnames gaan heel goed. Ja, ik kan vertellen, er zitten 4 man in een kamer. En degene die de laatste kamer verlaat, wint 1000 euro. Maar die kamer is niet zomaar een kamer. Een hele gevaarlijke kamer. En dat is super eng. Ja, nee, leuk. Ik ga weer naar buiten fietsen. Ja, hoe ben je hier trouwens? Ja, ik ben gewoon naar binnen gefietst. Wat is het door de lift. Wat is het eerste verdieping? De lift. Met de lift. Oké. Ja. Dames en heren, het is gewoon bijna voorbij. Nog een aantal seconden en dan hebben we 24 uur lang op deze fiets gezeten. En ik wil Hemingway hierbij sowieso enorm bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. Dankjewel daarvoor. Shoutout naar hun. Bovenaan in de videobeschrijving staat een linkje van de website van Hemingway. Ben je nou ook geïnteresseerd in zo'n hele sick fiets? Check even het linkje bovenaan in de beschrijving. En dames en heren, we hebben gewoon in 24 uur tijd gewoon bijna 100 kilometer gefietst. Dit is insane. Het slaat helemaal nergens op. En als ik naar de cameraman kijk, denk ik dat de tijd voorbij is. Dat betekent, dames en heren, dat ik de fiets eindelijk mag loslaten. 24 uur, het zit erop. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal hier beneden en check jullie volgende week. Later!